tweede wedstrijd van speelronde 12. Deze gaat tussen de jongens van Inter Wanica en Leo Victor. Inter Wanica die won hun voorgaande wedstrijd nog met 2-1 van Slay Juniors, terwijl Leo Victor met 4-2 te sterk was voor SNL. Hier nog de captains in beeld. Albert Nipte, de captain aan de zijde van Leo Victor. En aan de zijde van Inter Wanica is dat Royston Abouna. De arbiter die deze wedstrijd leidt is Sergio Rozenhout. Zijn assistenten Soren Amalensi en Robin Tobirono. De fourth official Moses Kikiti. A tactical battle tussen trainer Regilio Colof en Ramon Aputiti. And we have a match on our hands. Inter Wanica versus Leo Victor. Inter Wanica zoekt hier de aanval op. Balverlies. Jamie Nana schuift hem naar Jetro Reis. Jetro Reis wint de race, maar dat eindigt niet in een feest. Prachtig werk, altijd heel snel op de flank. Jetro Reis. Balovername Inter Wanica, Shaquille Pinto. Bereikt daar Serginho. Prachtige actie. En wat gebeurt er? Nee. Dat wordt op tijd uitverdedigd. En daar nog een afstandsschot van Frans Tino. Maar dat gaat naast het doel. Pas naar Shaquille Pinto. En hij wordt neergelegd in de 16 meter zone door Josep Guerrero. Nimo, en dat wil zeggen penalty. Shaquille Pinto, en hier komt hij, en het is een doelpunt. Goal. En het is 1-0 voor Inter Wanica. En het is Shaquille Pinto. In de 31ste minuut van de wedstrijd opent hij de score voor Inter Wanica. En het is 1-0 voor Inter Wanica. A game to chase voor Leo Victor natuurlijk. Daar weer een bal naar Shaquille Pinto. Een kans voor Shaquille Pinto. Maar de doelverdediger die komt op tijd uit zijn doel. Daar overname. Diego held naar Jamie Nana. Nana bereikt Amzink. Amzink. Zijn opties, daar zijn we een voorzet voor de benen van Jetro Reis. Hij moet scoren over het doel. En wat een kans voor Jetro Reis om daar gelijk te maken. Jammer. Balovername Leo Victor, Jonathan Wilkens. Bereik Lorenzo Nelom. En Lorenzo Nelom bereikt Jetro Reis. En het is een doelpunt. Goal. En het is de gelijkmaker in de 38ste minuut van de wedstrijd. Is het een prachtige pas van Lorenzo Nelom naar Jetro Reis. En hier zien we hem weer. Nelom bereikt Jetro Reis. Afmaken. Keurig. Afgemaakt door de nummer 11 van Leo Victor. Prachtige paas van Nelom. En Reis heeft nog veel werk te verrichten alvorens hij zijn goal pakt. Maar het is na 37 minuten spelen 1 voor Inter Wanica en 1 voor Leo Victor in de 38ste minuut van de wedstrijd.
probeerde nog een laatste keer de aanval op te zoeken in deze eerste helft. Maar arbiter Sergio Rosenau heeft het voor gezien en ploegen gaan de rust in met de stand. Inter Wanica 1, Leo Victor 1. Second half is on the way. Leo Victor op zoek naar een tweede doelpunt. Bal daar naar Jetro Reis. Jetro Reis legt terug naar Enashu Amzink. Amzink in de kans! Maar doelman Human Galimon to the rescue voor Inter Wanica. Balovername Leo Victor. Lorenzo Nelom met de bal. Bereikt Joal Pengel. Pengel nog steeds. Bomba, bomba, bomba. Goal! Goal, 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 goal. What a hit from Joal Pengel from long range in de 56e minuut. Na een pass van Lorenzo Nelom heeft Joal Pengel nog heel veel werk te doen. En kijk eens aan. Prachtig, prachtig, prachtig. Dat pakt geen enkele doelman. Of je moet echt, echt, echt van goede huizen zijn. Aanname. Schuif weg van de verdediger. En daar is die bomba in de 90 graden. Krakeling, krakka, Joal Pengel. Deze mag je zeker inlijsten. Royston Abouna pas naar Malik Kago. Daar gaat de vlag omhoog van de grensrechter voor buitenspel. En we hebben een doelpunt. Goal, 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 goal. Malik Kago voor de gelijkmaker in de 83ste minuut. En ja, wat kunnen we zeggen? Controversie, controversie, controversie. Zien we overal in de wereld gebeuren. Daar de paas van captain Royston Abouna. En daar zien we de vlag de lucht ingaan van grensrechter Robin Toirono. Maar Sergio Rosenhout die zegt doorspelen. En hij is uiteindelijk de man die beslist wat er gebeurt op het veld. En hij koos ervoor om de wenk van zijn grensrechter te overroelen. Dat zien we hier weer. Van de spelers van Leo Victor. En iedereen heeft het gezien, ook in het stadion. Maar Rosenhout kiest ervoor om het te laten staan. Daar nog een hoekschop van Albert Nipte. En dat wordt daarnaast geschoten door de ingevallen Ilya Pengel. Sergio Rosenhout fluit voor de laatste maal in deze ontmoeting. En de eindstand wordt bepaald op Inter Wanica 2. 2 voor Leo Victor. En terecht dat de spelers van Leo Victor zich beroofd voelen. Na afloop van de wedstrijd ziet u dat Diego Held de rode kaart kreeg van arbiter Rosenhout.